Hallo, het is tijd voor een pauze. Misschien een pauze even van je werk of gewoon een pauze op je dag. En ik neem je graag mee in een oefening en de oefening is hartcoherent ademen. Maar eerst wil ik even iets uitleggen over hoe ons zenuwstelsel werkt. En ik verbaas me er eigenlijk wel over dat we dit soort dingen niet leren op de middelbare school of op de lagere school. Dat we eigenlijk niet precies weten hoe ons eigen systeem werkt, lichaam en geest. Ik heb dit zelf ook pas een paar jaar terug ontdekt, maar ik merk dat dit heel veel mensen helpt en ook mezelf helpt om altijd weer harmonie en rust te kunnen vinden. Het is een hele eenvoudige techniek en het werkt op je zenuwstelsel. Als je veel prikkels krijgt, heel veel achter een scherm zit, zoals mensen die nu heel veel thuis werken, krijg je dus heel veel informatie binnen in je zenuwstelsel. En het zenuwstelsel is verbonden met een gaspedaal en een rempedaal, grof gezegd. De gaspedaal zorgt ervoor dat je kunt focussen op je werk. Dat je kunt focussen, concentreren, de spierspanning stijgt, de bloeddruk stijgt, je bloed stroomt wat sneller. En dat geeft actie. Dat geeft ook spanning. De rempedaal zorgt ervoor dat je kunt ontspannen, dat je de aandacht weer kunt verruimen, dat je kunt herstellen. Dat is ook bijvoorbeeld 's nachts actief, dat deel van je zenuwstelsel. En verder schakelt het autonome zenuwstelsel de hele dag tussen de gaspedaal en de rempedaal. Dat is respectievelijk het sympathische zenuwstelsel en het parasympathische zenuwstelsel. Ons hart speelt daar een cruciale rol in. Dus de hartslag is heel erg belangrijk. En die is weer verbonden met de ademhaling. Je kunt door deze oefening je hartslag kalmeren, het hartritme, de hartvariabiliteit. Dat is de tijd tussen de hartslagen. En daardoor je brein een seintje geven, je bent veilig. Je kunt rusten, ontspannen. De gedachten kunnen dan ook kalmeren. Dus je hart stuurt ook je brein aan. Ik wil je graag meenemen in de oefening. En stel nu dat je dit 3 minuten per dag zou doen, kun je eens kijken wat er verandert. Het vraagt oefening, oefening baart kunst. In het begin is het misschien nog een beetje ongemakkelijk om zo de adem te reguleren. Misschien word je juist wat gespannen van in het begin. Maar als je dit volhoudt, je ademt nog een minuutje langer op deze manier, dan zul je merken dat er iets verandert. Dus je mag even ontspannen komen zitten. Achteroverleunen. Bij deze oefening kun je de ogen sluiten of je laat de ogen gewoon in de verte rusten. Misschien kun je uit een raam kijken. We kunnen de ogen ook even ontspannen van het scherm. Maar het is ook fijn om de ogen te sluiten, want dan kun je dat bewuste adem voelen. Ik zet even een timer. Ik raad je aan om de oefening in elk geval 2 minuten vol te houden. Tot 3 minuten. Dat is wel effectief. Ik neem je mee. Plaats maar de voet op de grond. En dan voel je even het contact met de grond. De voetzolen op de grond. Nu voel je de billen op de stoel. En het volle gewicht van je lichaam. Leun maar een beetje achterover. Nu ga je naar de ademhaling en we ademen 4 tellen in via de neus, 2 tellen pauze, 4 tellen uit, 2 tellen pauze. Ik neem je mee en daarna doe je het in je eigen tempo. Adem in door de neus, 2, 3, 4, pauze, uit, 2, 3, 4, pauze, in, 2, 3, 4. Pauze. Uit. 2, 3, 4. Pauze. Nu ga je verder in je eigen tempo. Je hoeft de adem niet te verlengen. Houd het ontspannen voor jezelf.
En blijf focussen op de ademhaling, blijf tellen. En dan rond je het langzaam af. Wat je dus doet, is de inademing en de uitademing gelijkmatig maken. En daarmee ontspant je lichaam, je hartslag kalmeert, denken kalmeert, gedachten kalmeren. Misschien is het nodig om het nog iets langer te doen. Je kunt het gewoon elke dag 3 minuten proberen. Als je begeleid wil worden, dan kun je ook een geleide meditatie doen. Die staat op SoundCloud of op mijn website. Maar je kunt ook zelf tellen in stilte. En zo kun je ten alle tijden weer rust en helderheid creëren. Een hele eenvoudige oefening. Normaliter is de ademhaling 12, 13 per minuut. En nu is het ongeveer 6, 7. Ik wens je een fijne dag.